Dit is een bespreking van het laatste stukje, althans in het Latijn, over de inname van Tarentum. De situatie is dat Hannibal inmiddels de stad binnen is gegaan door de Temenites-poort. Ook Philomenus langs een andere poort, die is ook binnen. En in de stad aanwezig was al de andere samenzweerder Nico, want die heeft de soldaten van Hannibal binnengelaten. Het ziet er dus niet goed uit. Voor althans de Romeinen in Tarentum. Toen, dus in die situatie, toen, duomilia, twee duizendtallen van Galliërs staat er letterlijk. Dat zijn hier de hoofdpersonen, 2000 Galliërs, die Hannibal waarschijnlijk vanuit de Alpen heeft meegenomen. Onderwerp is Poenus, de Punier Hannibal dus. Werkwoord dimittit, hij zond. Dus Hannibal zond 2000 van Galliërs staat er letterlijk. Per urbem door de stad. En bij die duomilia, die 2000 Galliërs, staat dat ze divisa zijn verdeeld in partes, in delen, in drie delen. Dus in drie divisies worden die 2000 Galliërs door Tarentum gezonden. Tarentino's, Tarentijnen, en dan die haken betekenen dat volgens de uitgever hier iets in de overlevering is weggevallen, dus dat is dan aangevuld. Tarentijnen aan hen, dus aan die Galliërs, voegt hij toe als gidsen, telkens twee. Binos betekent telkens twee. Dus elk van die divisies, van die drie divisies, die krijgen twee gidsen mee van Tarentijnen. Itinera zijn wegen. Dit is onderdeel van een ACI, itinera occupari, dat wegen bezet worden, beveelt hij, onderwerp Hannibal uiteraard. Hannibal beveelt dat de wegen bezet worden, de frequentia itinera, de druk bezochte wegen. En dan qua maxime, zijn vaste uitdrukking, betekent zoveel mogelijk. Ik heb het hier verbonden met occupari. Het staat tussen itinera en frequentia in. Dus je kunt het ook verbinden met dat itinera frequentia. De zoveel mogelijk druk bezochte wegen, dus de meest druk bezochte wegen, dat die bezet worden. Tumultu orto, ablativus absolutus. Als er een tumult ontstaan is, dus als er een oproer ontstaat, beveelt hij. Romanos caedi, dat de Romeinen gedood worden, staat er weer letterlijk. Dit is dus weer een ACI die afhangt van dat jubet. Passim, links en rechts, overal. Hij beveelt dus dat er als er een tumult, een oproer ontstaat, dat Romeinen gedood worden, overal. En dan nog een ACI, maar dat gespaard worden, parki. En dat parkeren, dat heeft de dativus als je iemand spaart, de oppidanis, de stedelingen. Maar de stedelingen, dat die gespaard worden. Dus hier een tegenstelling tussen Romano's, die moeten dood, en de Griekse inwoners van Tarente, die moeten gespaard worden. Maar, op dat kon gebeuren dit. Dus dat, je moet natuurlijk onderscheid kunnen maken tussen Romeinen en Tarentijnen, op dat dit zou kunnen gebeuren. Draagt hij op, praecipit, droeg hij op, presens historicum, aan de jonge mannen uit Tarente om iets te doen. Namelijk om te bevelen, ut juberent, wanneer zij iemand van hun eigen mensen van verre gezien hadden, om dan te bevelen dus, rustig te blijven en te zwijgen en stil te zijn en bono animo te essen en om te zijn met goede geest, staat er letterlijk, om vol goede moed te zijn.